Goedemorgen, welkom bij Universiteit Antwerpen. Ik kom mij inschrijven als doctoraatstudent omdat ik volgend jaar een doctoraat in de wetenschappen zou willen verder doen. Studies aan de universiteit zijn een belangrijke stap, niet alleen voor de student zelf, maar ook meestal voor de ouders. En we doen er alles aan om te zorgen dat zowel de inschrijving als ook de rest van de administratie zo vlot mogelijk verlopen. Je moet gewoon binnenwandelen en ze begeleiden nu heel goed eigenlijk. Ik ben ook zonder mijn ouders gekomen en ik had eerst een beetje schrik, maar eigenlijk word ik direct gerustgesteld. Uw diploma, uw identiteitskaart en uw online aanmelding alsjeblieft. Voor de inschrijving zijn een aantal documenten nodig, zoals de toetredingsovereenkomst. Dat is het inschrijvingsformulier dat bekomen wordt via de website. Het diploma op basis waarvan wordt ingeschreven en de identiteitskaart. Dat is toch een serieuze stap voor hun, zo naar de universiteit gaan. En ook wel een beetje benieuwd of het gaat lukken. Maar ze trekt daar een plan, dus ik denk wel, ze gaat ervoor. Ook voor studenten die eventueel op kamer of op kot willen gaan, zorgen we voor de nodige informatie tijdens de inschrijving. Dat is een noodzakelijke stap in de ontwikkeling. Dus op hun eigen benen staan, weg van thuis, hun eigen plan trekken. Dus ja, dat moet echt ergster gaan. Dan mag je daar voor de smiley gaan staan en in de camera daar kijken. Over de voorbije jaren hebben we toch steeds vastgesteld dat we kunnen rekenen op een groeiend aantal studenten. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het stijgend aantal opleidingen, maar ook de kwaliteit van de opleidingen speelt daarin mee.